Natuurlijk zijn er ouders die, iets kunnen betalen wat andere ouders niet kunnen betalen. Maar om dat van ze af te pakken vind ik ook een hele grote stap. Welkom bij Kamervragen. Mijn naam is Floor Bremer, vandaag met een iets mindere stem, maar ik hoop dat ik het haal tot het einde van dit programma. En in dit programma behandelen we actuele kwesties met een politicus. En vandaag is dat Rutmer Heerema van de VVD. Hij zit in de Tweede Kamer en doet daar het woord over onderwijs en sport. U bent zelf leraar geweest. Ja, dat klopt. In wat? Ik ben 7 jaar lang leraar lichamelijke opvoeding geweest in Alkmaar op 2 verschillende scholen. Zien we daar nog iets van terug hier in uw kamer? Nou, je ziet bijvoorbeeld de oproep, de petitieaanbieding om meer bewegingsonderwijs op scholen voor elkaar te krijgen. En je ziet bijvoorbeeld ook de geldstromen door school, hoe onduidelijk die zijn. En je ziet hier bijvoorbeeld mijn oude maatje Pieter van de Hogeband die aan het zwemmen is, maar dat is meer sport. Waarom sportterrein. Is dat een oud maatje? Wij hebben samen in het Nederlands zwemteam gezeten. Ah, dus wij lagen bij elkaar op de kamer. Zwemmer. Ik ben vroeger zwemmer geweest. En we lagen vroeger met de Interlands bij elkaar op de kamer. Dus ik ken hem al heel erg lang. En waar ging het mis bij u? Want hij heeft uiteindelijk op de Olympische Spelen gestaan. Ja, klopt. Ja, ik heb er ook voor getraind, maar ik ben zwaar geblesseerd geraakt. Ik heb mijn ribben uit mijn borstbeen gescheurd gehad. En toen ben ik 5 jaar lang uit de running geweest. En anders was u natuurlijk, had u ook op de Olympische Spelen gestaan. Zo goed als Pieter was ik nooit geworden, want die is echt een uitzonderlijk talent. Maar ik was wel in training voor Olympische Spelen. Ik heb het alleen nooit gehaald, helaas. En waar u het net even over had, hè, dat beweeg jij mee. Dus om kinderen meer te laten bewegen, zodat ze niet te dik worden. Werkt dat nou? Want het is een oproep en het is vrijwillig en er zit natuurlijk geen dwang achter. Merkt u dat scholen het ook echt oppakken? Te weinig, want je ziet dat wij afspraken hebben gemaakt met scholen om meer bewegingsonderwijs op school voor elkaar te krijgen. En het gebeurt gewoon niet. Het aantal uren wordt niet uitgebreid en kinderen bewegen dus niet meer. En kleuters bewegen zelfs minder op school. Dus daar moeten we als politiek ook echt een keer aan de knoppen gaan draaien. Het blijft gewoon iets wat je aan moet blijven zwengelen. Ja, daar moeten we het elke keer over hebben. We moeten er nieuwe afspraken over maken. Er is een wetsbehandeling die binnenkort ook naar de Kamer komt. En we moeten kijken hoe ver we daarmee kunnen komen om het toch wat meer te verankeren op scholen. Ja, om het toch meer verplicht te stellen. Dus. Zeker. Ja. Ja. Nou, laten wij zelf ook een beetje gaan bewegen. Ja. Laten we hier even door de gangen van de VVD gaan lopen. Even samen door een deur. Ik weet niet of dat helemaal past. Ja, dat gaat lukken. Ja, we hebben het hier over actuele kwesties. En een van de kwesties waar u zichzelf heel kwaad over maakte de afgelopen week was het linkse indoctrinatiemeldpunt van Forum voor Democratie. Waarom vond u dat zo'n slecht idee? Of vindt u dat zo'n slecht idee? Nou, wat ik ridicuul vind, is dat je oproept om leraren te filmen in de klas. Dat zorgt niet voor veiligheid in de klas. En het overleg waar wij het over hadden was veiligheid in de klas. En als je oproept om leraren te filmen, dan is dat geen veiligheid. Ik ben zelf leraar geweest en ik kan me niet voorstellen hoe een klas reageert op het moment dat er gefilmd wordt in de klas, dingen op internet worden gezet. Dat kan nooit de bedoeling zijn van goed onderwijs. Maar nou zegt Forum voor Democratie zelf, ja, maar je hoeft het niet te filmen, je mag ook mailen. En we zorgen er echt wel voor dat de privacy of de anonimiteit gewaarborgd is. Dus iedereen moet niet zo hoog van de toren blazen. De oproep dat we op deze manier met onze docenten omgaan vind ik al gewoon heel slecht. Dus dat moeten we niet doen en daar moeten we het ook bij houden. Docenten geven ook zelf aan dat dit gewoon een hele gevaarlijke ontwikkeling is. Vanwege die onveiligheid. Vanwege die onveiligheid. We moeten ervoor zorgen dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen. En als dit ervoor zorgt dat er minder goed onderwijs gegeven kan worden, vooral niet doen. Maar nou heeft uw eigen partij, ik heb het even opgezocht in 2006, het meldpunt misleidende schoolboeken wilde dat in het leven roepen. Dat was uw voorganger, het Kamerlid Erik Balemans van de VVD. Mm-hmm. Want die zei ook van ja, maar die schoolboeken die zijn veel te links en daar moeten we mensen melding van laten maken. Ja, wat is daar anders aan? Nou, dat is een heel groot verschil wat mij betreft tussen de oproep van 13 jaar geleden waarin je zegt een schoolboek is te links. Ten opzichte van we gaan leraren filmen in de klas. Het eerste is iets waar docenten zichzelf aan moeten houden, hè, want dat is de lesstof die behandeld moet worden. Ja. En het is toch heel gek dat je als docent iets moet vertellen wat misschien helemaal niet waar is of wat links geïndoctrineerd is. En aan de andere kant de leraar die dus gefilmd wordt, waarmee de onveiligheid in het klaslokaal gewoon toeneemt. Voor mij is dat echt twee werelden van verschil. Ja, aan de andere kant zegt Forum voor Democratie, ja, maar wij vinden of wij horen gewoon van mensen terug dat leraren te links zijn en dat je niet genoeg ruimte krijgt voor andere ideeën. Als je ziet dat in 2015 de grootste winnaar bij de leerlingenverkiezing
de PVV was, in 2017 de VVD en in 2019 Forum voor Democratie, zou je dus bijna kunnen zeggen dat linkse leraren weinig succes hebben. Garant staan voor heel veel rechtse stemmen. Dus... ja, precies. Met hun linkse indoctrinatie. Maar begrijpt u de Forum voor Democratie die zegt van ja, maar daar moeten we toch eens naar kijken. We moeten in ieder geval die discussie aangaan. Nou, volgens mij is dit... Kijk, als de heer Baudet bij het debat was geweest, hadden we ook geweten wat hij precies had bedoeld. Ik vind het een beetje zonde dat we er heel erg over spreken. Terwijl hij er A, zelf niet was. En B, de veiligheid in de klas niet groter maakt. Dus volgens mij moeten we daar ook niet groter maken dan het is. Daarom gaan we er ook geen debat in de Kamer over voeren verder. Een meldpunt lijkt mij gewoon een heel slecht idee. Ja. Dan even wat er weer opnieuw een nieuwe discussie is. Is het centraal eindexamen op de basisscholen, het centraal schriftelijk examen, ja. De CITO-toets. Nou, er was een heel lange beweging die zei, nee, maar je moet de scholen, moet je daar meer inspraak in geven, want leraren maken zo'n kind heel lang mee. En dat moet eerst komen en dan die toets nog eens een keer. En nu zegt het CPB vandaag, nee, je moet juist die toets weer als eerste doen en dat advies van die school daarna. Wat vindt u? Ja. Wat ik belangrijk vind is dat het moment van de toets en het moment van het advies zo dicht mogelijk bij elkaar zit. Wat je nu ziet gebeuren is dat een kind een schooladvies krijgt en vervolgens zijn ouders of een kind daar niet tevreden mee. En die gaan dan in een 2-3 maanden tijd zoveel mogelijk bij scholen om die toets zo goed mogelijk te maken. Zodat ze een argument hebben om te zeggen, wij moeten een hoger schooladvies krijgen. Hoe dichter je die twee momenten bij elkaar doet, hoe eerlijker het wordt wat mij betreft. Maar bent u het ermee eens dat eigenlijk alleen zo'n toets een goed advies kan geven over de vervolgopleiding van een kind? Nee, zeker niet. Want een leraar ziet de hele film van dat kind, hè, 8 jaar lang. En die heeft dus een heel goed beeld bij wat een kind wel kan en wat er niet kan. Wat mij betreft is dat zo'n schooltoets ook gewoon het onderdeel van het advies zelf. Ja. Dat kan je ook tegelijkertijd geven. In mijn ideale situatie doet een kind een toets en is er een gesprek over het advies waar de toets het onderdeel van is. Ja. En dan krijgt een kind in één keer alle informatie en dan weet ze waar het aan toe is. Ja, dus... Wat u betreft, toets naar voren prima en dan gezamenlijk met een advies komen. Bijvoorbeeld, ja, als het maar dicht op elkaar zit. Ja, want dan kom je op een ander heikelpunt waar de staat van het onderwijs, dat is hè, het stuk van de onderwijsinspectie wat volgende week ook weer komt over hoe staat het onderwijs ervoor in Nederland. Die zeggen eigenlijk al een aantal jaren achter elkaar en daarom werd er ook gezegd die school moet ook mee bepalen aan die toets. De tweedeling in het onderwijs wordt te groot. En dat moeten we tegengaan. Ziet u dat ook zo? Nou ja, de staat van het onderwijs komt volgende week uit, dus ik heb het nog niet gelezen. Nee, we gaan ook niet vooruitkijken op de volgende, maar op de die tot nu toe geweest zijn. Nou, tweedeling van het onderwijs. Je ziet natuurlijk wel dat door dat hele vroege toetsmoment wat wij hebben op scholen, dat kinderen al heel vroeg in een richting worden gezet waar ze moeilijk uit vooruitkomen. Als ze dus of een toets... Ja, maar niet alleen dat, maar bijvoorbeeld ook kinderen kunnen getraind worden. Kinderen met ouders met geld kunnen getraind worden om die toets goed te doen. Stemmingsbel, om die toets goed te doen. Kinderen met ouders met geld kunnen naar een school waar bijvoorbeeld een hoge vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald, zodat ze betere leraren kunnen aannemen. Dat zorgt natuurlijk ook voor een tweedeling tussen arm en rijk, zegt de inspectie. Ja, maar als ik nou op werkbezoek ben, dan zie ik in hele vergelijkbare wijken, met vergelijkbare docenten en vergelijkbare kinderen, hele verschillende resultaten. Dus een hoge ouderbijdrage is geen garantie voor succes. Sterker nog, de beste scholen staan soms ook in de wijken waar je het misschien niet zou verwachten. Ik vind dat ouders ten alle tijde het recht moeten hebben om te investeren in hun kind als ze dat willen. Dat vind ik geen enkel probleem. Dus ik zie daar niet direct die tweedeling in. Zeker niet, omdat er dus hele goede scholen op plekken staan waar je het niet zou verwachten. Ja, maar ziet u die tweedeling wel toenemen of zegt u, nee, we moeten gewoon zorgen dat het blijft zoals het is? Stemming is bij afgelopen. Nee, ik zie die tweedeling niet toenemen, ook niet op de werkbezoeken die ik doe. En ik ben elke maandag en elke vrijdag wel op school in Nederland te vinden. En ik heb die tweedeling niet zo gezien zoals u dat nu aangeeft. Dus het is ook niet iets waar u zich zorgen over maakt? Nee, het wordt wat mij betreft ook niet groter dan het is. En natuurlijk zijn er ouders die iets kunnen betalen wat andere ouders niet kunnen betalen. Maar om dat van ze af te pakken vind ik ook een hele grote stap. Oké, hier moeten we het helaas bij laten. De stemmingsbel is afgelopen. Uw kamerwerk gaat beginnen. Ja. En dit was Kamervragen voor deze week. Tot volgende week.